De bestuurder van een bestelbus is maandagavond gewond geraakt toen hij met zijn voertuig in het water belandde in Tiel. Dat gebeurde kort voor 8:30 aan de Industrieweg. De auto kwam vanuit de richting Maurik en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het afhandelen van de aanrijding op de Industrieweg vond er op de andere rijbaan een kopstaataanrijding plaats. Hierbij raakten twee auto's beschadigd en kwam van één voertuig de airbags naar buiten. De inzittenden van die auto's zijn door het aanwezige ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken en behandeld.